Ja, het is gebeurd. Het is vandaag Black Friday en ik heb een goede deal gedaan. Maar om, ja, ik gebruik zo die filmmodus nu van iOS. Maar dan moet ik scherp stellen of het pakt altijd mijn gezicht. Maar op zich, en plus je ziet ook wel dat het zo nogal artificieel is. Maar het gaat dus over fotografie gaan, hè. En de deal, wacht, je ziet het niet, hè. Zo, de deal dat ik, wacht. Om uit te leggen hoe dat is als deal, moet ik even een paar andere dingen laten zien. Bijvoorbeeld fotografie. Ik was gisteren in Camera Express, dat is een fotografiewinkel. En de verkoper was aan het verkopen, of een van de verkopers was aan het verkopen, maar je hoort daar de grootste bullshit. Het is niet normaal. Dit is een goedkope camera, €500 in een op Amazon een keer is een goedkope camera, een keer een promotie geweest. En een dure lens. Die lens kost in promotie zelf nog €800, denk ik. Dus die lens is een pak duurder dan die body. Maar dat is de combinatie die je wil. Als je niet kunt, dan wil je vooral geld geven aan goed optisch glas. Dus aan dit. Dure lenzen. Dat is veel belangrijker, want dat is wat je beeld vormt. Het slechtste dat je kunt doen is een dure camera kopen. Wat dat dan weer heel goede sensor heeft enzovoort. Plus veel van de camera's tegenwoordig, dat heeft ook een heel goede sensor. Die hebben eigenlijk bijna allemaal dezelfde sensor tegenwoordig. Het is gewoon de knoppen en de andere features en de zoeker en zo zijn dat soort dingen die verschillend zijn. Maar je kunt dus veel beter een dure lens kopen op een goedkopere body dan omgekeerd. En die verkoper was aan het zeggen of dat je nu een goedkope lens op een dure body steekt of een dure lens op een goedkope body. Het resultaat is hetzelfde. Nee, dat is niet waar. Het is uw lens die bepaalt hoe goed dat u, of hoe mooi of hoe slecht dat uw foto is. En de bodies zijn enkel de features en tegenwoordig zijn die allemaal even goed qua beeldkwaliteit. En dat is al sinds 10 jaar of zo dat die kwalitatief allemaal even goed zijn qua sensors. Ik heb veel van die Fujifilm niet zo heel dure camera's en dan merk je ook bijvoorbeeld zo'n batterij van Fujifilm officieel. Is het een officieel? Ja. Kost. Maar kost die, ik heb er juist op gezocht voor iemand, was €55 de officiële. En je kunt kopies kopen voor €20, €15 zelf als je wilt. Maar als je naar de duurdere bodies gaat, dan gebruiken ze die batterij niet meer. De echt professionele bodies, bijvoorbeeld zoals dit, die gebruiken andere batterijen. En die batterij, houd u vast, die batterij. Kost dus, wat was het? Het is ook een officiële. Nee, nu, dit is een goedkopere versie. Het is nog €50 voor de goedkope versie, maar het origineel zijn €150 of zo. Maar dat is gewoon omdat, dat is niet omdat die batterij zoveel beter is, dat is gewoon omdat dat soort camera's, het is de GFX 50R, worden niet door amateurs gebruikt, dus dat kunnen ze gewoon een premium voor aanrekenen. Maar het probleem dat ik had met die camera, dus ik heb die ook in een koopje. Denk, normaal kost dat rond de €5000. Ik heb iets van 2500 betaald, dus ik heb eigenlijk maar een half betaald voor die camera op zich. Allee, dus nog veel geld, he. Daar niet van, he. Want vergeet niet dat dat hier €500 was, he, voor deze. Maar het grote verschil is, al die lenzen zijn 2, 3, €4000. Dus ik had daar eigenlijk ook maar één lens voor. Hier deze, dat is een soort pancake-lens. De 50, wat is de maximale opening? 3,5. Het staat er hier ergens op. Hier 3,5, 50. Kijk, dat is echt zo. Dat is een goede lens, he. Daar niet van, he. Maar het is een pancake lens. En het was nog €500 voor die lens, denk ik. Zeg. Maar ik had ook nog een adapter, maar ja, ik kan geen 3000, €4000 geven aan een lens. Ik had dus maar één lens voor die body. Dat had ik een klein beetje onderschat. Ik heb al Canon lens enzovoort, dat ik gebruik daarop via een adapter. Ik heb daarmee autofocus, noem maar op. Maar die Canon lenzen zijn nooit ontworpen of getest hiermee. Dus die gaan qua beeld. Dat is eigenlijk dat je een goede camera koopt met een slechte lens. Want dat zijn geen slechte lenzen, maar ze zijn gewoon niet gemaakt voor dat soort camera. En gisteren zat ik op Tweakers te kijken naar de koopjes en kwam ik dit tegen. Nu, het straffe is, het is geen Black Friday koopje. Het is eigenlijk gewoon een winteractie van Fujifilm. Fujifilm doet eigenlijk elk jaar winter, zomer, elk seizoen doet dat doen die verschillende acties. Meestal moet je echt al een body en een camera een combinatie gaan kopen om iets van korting te krijgen. Vroeger met cashback acties, dus dan kon je een lens kopen, kreeg je geld terug. Dit was echt kassakorting.
En normaal gezien kost die lens, dat is zo'n soort van kitlens, normaal kost die 1000 euro denk ik. Dat is een van de goedkopere lenzen in de GF-series. Maar nu was die nog maar 500 euro. Dus hij stond gewoon aan de helft van de prijs. Dus ja, dat kon ik niet laten schieten. Zeker omdat ik, ja, die... Ik zit altijd met diezelfde lens, die Canon lens gebruik ik bijna niet. Dus plus dat 50 mm, dat is al... Je moet weten dat dat medium formaat is, dat is geen standaard lens. Hè. Dus dat is al een soort... Dat is een groothoek. Dat is al 35 mm ofzovoort. Maar dat wil zeggen dat ik alleen maar op 35 mm foto's kan nemen. Ongeveer, omgerekend. De standaard lens is 80 mm denk ik zeker. En wel, die gaat 70, dat is al... Dat is van groothoek tot standaard ongeveer. Dat is verrassend licht. Maximale opening, dat is natuurlijk het verschil. Die heeft maar een maximale opening van 4,5, terwijl die andere kan op 3,5. De meeste van die lenzen hebben een maximale opening van 4. De echt hele extreem dure. Die kun je met een maximale opening van 2,8 denk ik. Maar veel, hey, dat is echt al extreem. En dit als camera kun je eigenlijk vergelijken met zo de Hasselblad camera's, die dus een veel groter, wat je kunt eigenlijk zien, die hebben een veel grotere sensor. Kijk, dat is de grootte van de sensor. Hierin zit een APS-C formaat sensor, je hebt dan nog full frame sensor en dit is medium formaat sensor. Het is nog niet 6x6, het is, wat is het, 4x5 of zoiets, het is nog kleiner dan 6x6, maar het is wel ook vrij groot. Waardoor dat uw lens natuurlijk ook... Zie hoe groot dat is van binnen. Laten we even zien wat dat geeft met die lens erop. Kijk hier ook, zie hoe enorm groot dat heel dat systeem is. En dat is ook voor dagelijks fotografie, voor je plezier enzovoort, dat is niet de beste camera daarvoor, want dat werkt traag, dat werkt... Zo, de autofocus daarvan is absoluut niet vergelijkbaar met de autofocus, met de snelheid van die dingen. Dat weegt veel meer. Zelfs eenvoudige kitlenzen zoals dit. Dit is eigenlijk een eenvoudige kitlens. Is ja, eigenlijk al vrij groot. Ik zeg, die andere lens dat ik er net afgehaald heb, dit is eigenlijk een pancake lens. Hè. Dus dat is, zo, en echt, dat is de compactste lens dat je kunt krijgen voor het GF systeem. Ik ga nu, nou ja, altijd uw zonnekap. Er zit een zonnekap bij. Plastiek. Altijd de zonnekap gebruiken. Ik ga dat nu even voor mijn eerste testfoto's niet doen. Oh, rotate. Er komt een foutmelding op. Het kan gebeuren dat als je zo een nieuwe lens koopt, dat je firmware updates moet doen voordat die compatibel zijn. Maar dit is een andere melding. Rotate, zoom. Ah, ik veronderstel dat dat niet zo is. Ze kunnen hem zo dus niet gebruiken. Dat is de compacte versie. Oké. Okay. Wauw, en het klikt. Dus dit is de groothoekstand. Zo kan ik hem, ja, nu is die melding ook weg. Zo kan ik hem gebruiken. Ik heb geen diafragmaring op die lens, maar dat had ik hier. Ah ja, hier had ik dat wel. Hierop niet. Ja, ik zei, het is een kitlens, hè. Maar ik moet dus mijn diafragma, ik kan wel vrij dicht om te focussen. Ah, focust wel snel. Stel op auto of zo, want hij gaat ook. Ja, dat gaat op autodiafragma staan, hè, nu. Ik ga dat moeten opzoeken, omdat ik dat kan instellen. Maar nu kiest hem dus eigenlijk een diafragma voor mij. Dat wil ik niet, ik wil full control. Ja, en daar ga je niet zien, maar ik heb nu zo'n foto van de deur. En dat heeft zodanig veel detail dat ik daar kan op inzoomen. Kijk, je ziet echt alle details die daarop. Shutter, hij staat volgens mij op shutter priority. Bij de dien kan ik dat gewoon hier, als ik hier op automatisch zette, was het automatisch diafragma en anders was het diafragma dat ik selecteerde. Bij een dien gaat dat niet. Ik ga moeten uitzoeken hoe dat werkt. Maar dus eigenlijk als je hem uitschakelt, kun je het geheel compacter opbergen door, hij staat nu op 35 en ik kan hem zo op niet functioneel. Maar wel compact zetten. Oké, interessant. Gaan we binnenkort eens wat foto's maken.